terug bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Raya Tifai en ik heb gezorgd dat ik een aantal uitbreidingspakketten heb gehaald om weer de Sims te gaan spelen. Ik heb ouderschap gekocht. Ik heb wasgoed accessoires gedaan, want ik weet dat dat heel leuk is, zoals ik al zei, over de kamer. En ik heb jaargetijden. Jaargetijden. Heel veel mensen zeiden, Soraya, koop jaargetijden, dan kun je echt kerstmis spelen. Kun je echt kerst hebben, kun je allemaal verschillende seizoenen hebben. En in de Sims is altijd goed weer, maar we willen ook een beetje verandering. Dus ik ben super excited, nog nooit jaargetijden gehad, ook niet in de Sims 3. Dus ik ben heel erg benieuwd. Vergeet niet te liken, te abonneren. Laten we proberen zo snel mogelijk bij die 100.000 abonnees te komen. En ik kan niet wachten om dit te spelen. Dus ik heb drie uitbreidingspakketjes, of ja, drie pakketjes gekocht. En ik ben gewoon benieuwd, ja, wat we kunnen verwachten. Jaargetijden, ja. Ik kan me niet meer direct herinneren in de Sims 3 of er altijd, kies een seizoen om te spelen. Ik weet nu niet dat het dan blijft dat je altijd moet selecteren op wat voor weer het wordt. Maar ik wil, het gaat bijna winter zijn, dus winter. Als je niet lekker ingepakt binnen zit, beleef wat pret in de sneeuw of ijs. Vergeet niet om je winterfeest te decoreren en bedenk een goede voornemens voor het nieuwe jaar. Ja, die gaan we doen, want het is bijna nieuw jaar. En dan hoop ik dat het dan automatisch zo naar lente gaat, naar winter. Ik hoop ook niet dat het te snel gaat. Ik wil het rustig zien gebeuren. Ik ben heel benieuwd, jongens. De vorige keer was het nog allemaal in orde, was er nog geen slecht weer. En nu gaan we in de winter. Het is in principe nog geen herwinter. Ik denk dat het binnen een paar dagen herfst-winter gaat zijn. Maar ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ons huis is ook helemaal zwart. Dus dat gaat er wel leuk uitzien met de sneeuw. En misschien is onze vijver ook helemaal ijs geworden. Ik weet het niet. Laten we eens gaan checken. Oh my god. What? Je kunt... Oh, dit is echt heel leuk. Het is ook gewoon voor de eerste keer dat ik ook zo'n reactie laat van dit is zo leuk. Want ja, het is gewoon heel normaal voor mij. Ja, het is niet normaal voor mij. Maar kijk hoe mooi. Is het ook bevroren? Nee, hij loopt nog wel. Kijk hoe mooi, jongens. Oh, en kijk. Heb het mensen gespannen? Wat doe ik hier? Buiten te zijn tijdens de sneeuwstorm. Is er een sneeuwstorm? Oké, dit is heel erg leuk. Het is dus winter. Dag 3 van de 7 in de winter. Sneeuwstorm, ijskoud en voorspelling van vandaag sneeuw. Kunnen we eigenlijk hierin of is dat sneeuw? Het is, nee, we kunnen er blijkbaar wel in. Oké, dit vind ik echt heel erg leuk. Oké, jongens, ik ben heel benieuwd. Het ziet er ook heel donker uit. En waarom is Magere Hein hier? Waarom is Magere Hein hier? Waarom... Nee. We zijn nog maar net in... Oh, wacht. Kunnen we smeken om mezelf? Oh, nee, dat wil ik helemaal niet. Ik hoop dat we... Nee. Ik hoop dat we mezelf kunnen terugkrijgen. We moeten gewoon smeken om mezelf. En hopen dat ik niet doodga. Stop met jammeren en begin te vragen. Ik hoop dat... Ik hoop, jongens, dat ik niet doodga. Ja? Ik ben terug tot leven gewekt. Nee. Ja. Ik ben er weer, jongens. Zo even, want ik ben er weer. Ah, ik ben gelukkig blij dat ik nog niet dood ben. Ah, gelukkig. Laten we direct mezelf een goede knuffel geven. Vragen hoe het dag was. Laten we dat even niet doen. Maar laten we over het ijskoude weer praten. Ah, wat... Oh, jongens, er gebeurt zoveel. Ah, wat erg dit. Je ziet ook mensen echt... lucht of warme lucht uit de mond komen. Vind ik ook wel leuk. En kijk, de ramen zijn helemaal besneeuwd. Ja, heel raar. Oké, ik hoop dat ik lang in leven ga blijven, want dit is niet echt al te best. En ik zie dat Lola heel erg vuil is. Dus ik ga Lola maar even in bad. En Joris, kom jij maar even naar huis. Er is van alles gebeurd, dus kom gewoon even naar huis. What's happening? Je hebt ook heel veel verschillende emoties. Blij door sneeuw. Laten we dit gewoon even opruimen. En hier ligt ook weer water. Eten. Ik had nog steeds een vraag, dat is nog niet beantwoord. Ik zit nog steeds buiten. En dat is het ding. Hier ligt allemaal sneeuw, omdat we buiten zitten. En dat is een best groot probleem. Ik zit gewoon buiten. En dit is dus niet toe. Dus we moeten zorgen dat dit zo snel mogelijk binnen is.
Want we kunnen niet maken dat we, ja, buiten zitten. Als dat nog niet geregeld is bij de volgende aflevering, moet ik even kijken of ik er iets aan kan doen. Want dat is echt niet best dat we nu buiten zitten. Het is hier gewoon koud. Maar goed, ik ben blij dat ik uit de dood ben gekomen. Boom aansteken. Oh, je kunt een boom aansteken nu echt. Weet je wat ik doe? We gaan een beetje kerstdecoratie toevoegen. Maar ik moet echt regelen dat hier binnen het, ja, binnen wordt. Want dit is dus nu allemaal buiten. En de lichten werken daardoor denk ik ook niet allemaal heel even goed. Ja, wij gaan dus de boom opsteken. En ik ben heel erg blij. Het is wel heel gezellig. Dus we gaan heel veel verschillende, ja, dingen kunnen meemaken. Ik denk dat er ook een nieuwe map is. Die vrij is eventueel. Ik weet het niet. Maar we gaan dus een boom aansteken. Dus ik denk dat we dit samen gaan doen. En Bibi moet dan even langskomen. Ja, zij zal even Lola het was. Want Lola was heel erg vuil. Dus ik ben wel... Ja, dit is wel grappig. Het is wel leuk. Want zie je het hier allemaal... Ik weet niet of dit wit is omdat wij gewoon laag zitten. Of omdat dit buiten is. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ja... Goed, even kijken. Wie stinkt er nu zoveel? Ben ik dan nu ook... Is dat Bibi nu? Ja, Bibi moet ook zo naar de wc. Goed. Zet de kaart maar, of de boom maar aan. Ja? Oh, is de boom aan? Ik zie namelijk geen lichtjes. Bibi moet zichzelf gaan douchen. Ze heeft heel veel honger. Haar energie is niet al te best. Maar wat ik eerst wil doen is, ik wil die camera graag afmaken. En ik heb ook een heel goede reactie gekregen. Is wat ik vroeg aan jullie... Wat moet ik met deze kamers hier doen? En iemand zei, maak er een hobbykamer van. Dus hier kan ik een fitnesskamer van maken. Hier een hobbykamer. Een hobbykamer met een piano en een gitaar. En hier, ja, een hele grote open gang dan eigenlijk. Beetje zonde. En hier de waskamer, zoals ik al zei. Want ik heb nu die dingen gehaald. Ik moet dan even kijken waar we dat kunnen vinden. Het is allemaal gelig. Ik weet niet, is dat normaal? Of zo, omdat er nieuwe dingen natuurlijk zijn bijgekomen. Ja. Waar kunnen we dat vinden? Ik denk bij... ja, waar vinden we dat? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het hier is. Oh, kijk hoe leuk! Dat kun je allemaal aan de deur hangen. Maar ik wil dus eerst... Kijk, dat is een strijkertje. Dat is een strijkplank. Dus wij gaan een strijkplank nemen. Ik doe deze grijze. En die moeten we ophangen. Oké, wat we kunnen doen is... Dit is een mooi hoekje. Hier wil ik de wasmachines, denk ik, zetten op een strijkplank op een tafeltje. Ik zet hier de strijkplank. En kijk, hij past... Nee. Hij past niet bij die stofzuiger. Ik hang hem... Hier hang ik de strijkplank. En dan hadden we dus een wasmachine. Hier heb je ook een, ja, opbergdingen. Daar kunnen we eigenlijk een schuurtje ook voor maken. En dan kunnen we daar al die dingen in hangen. Die wil ik bij de deur hangen. Dat vind ik wel een beetje gepast. Ah, dat is ook een mooi handdoekenrek. Goed, maar waar zijn dus de wasmachines? Oh, dat is een noodwasrekje. Nee, dat vind ik een beetje minder... Maar waar staan de wasmachines? Want ik weet letterlijk niet waar dat moet staan. Als we nu hier naar boven scrollen. Ik denk dat ik eerlijk gezegd bij apparatuur moet zijn. Kan dat? Hier wasgoed. Wasmachine, wasmand. Hier wel wasmanden. Die vind ik wel mooi. Dat is een beetje zo'n lelijke wasmand. Of weet je, ik pak deze. In die kleur, voilà. Dan hebben we een ronde wasmand. En die ga ik hier in deze hoek, denk ik, zetten. En dan dus een wasmachine. Wasmachine. Waslijn, wasgoed. Oh, dat is voor buiten. Dat kunnen we doen als het zomer en lente wordt. Hè? Lente, zomer. Wasmachine. Hier heb je een wasdroger combinatie met... ja, dat is een wasmachine en een droger, neem ik aan. En hier een droger en een wasmachine. Ik ga ze naast elkaar zetten. En ik pak ze in de kleur... In wit pak ik ze. Dus een wasmachine en een droogkast. Daarnaast, ik doe het zoals bij ons. Wasmachine en droger. Het lijkt bijna hetzelfde. Goed, wasmachine links, droger rechts bij mij. En dan hebben we nog wat dingetjes. Een thermostaat. Oh, dat is wel leuk. Een thermostaat. Die kunnen we dan beneden hangen. Want natuurlijk is het waarschijnlijk dat voor de temperatuur. Ja, temperatuur aan te passen. Die zetten we... Of kunnen we hier zetten? Nee, die zet ik even hier. Eentje in de living. Of in de woonkamer, zoals de Nederlanders het zeggen. En één in de gang. In de, ja, hier. En dan, ja, boven eventueel in de gang nog eentje. Of
Ja, ik vind een thermostaat vind ik altijd wel leuk op een paar bepaalde plekken. En dan bijvoorbeeld hier nog eentje. Gewoon op elke verdieping een thermostaat. Ik weet niet, dat eigenlijk hoeft dat niet, want ik denk dat één thermostaat genoeg is voor elke verdieping. Voor verschillende verdiepingen. En dan hebben we dus hier op elkaar, hebben we niet nodig. De cadeaustapel, zolderdecoratie, een winterkraampje. Oh, je hebt zelf een schommel gekregen. Ja, ze hebben heel veel leuke dingen. Een soort van vogelverschrikker. Oké, hier vind ik wel genoeg. We hebben dus momenteel nu ons waskamertje opgevuld. Het was nog niet per se nodig om zo groot te zijn, maar we kunnen hier een aanrecht aan zetten. Weet je wat we doen? We gaan naar aanrechten. En we hebben hier ook nieuwe aanrechten gekregen. Dus daar kunnen we bijvoorbeeld dan de schone was op doen. Dus ik pak deze in de kleur. Ja, dat vind ik wel op. Nee, dat vind ik niet mooi. Ik pak die in deze kleur. En dan maak ik een aanrechtje. En wat ik daar dus mee kan doen, dan kan ik daar dus de was op zetten. Dus als je dan naar accessoires gaat, of naar bij het toilet heb je dan die accessoires, kun je dan hier inderdaad je manden doen. Met bijvoorbeeld zeep erin. En dat is om voor op de grond te zetten. Maar kijk, dan vul je het al op. Dan heb je ook wasmiddelen. En die kun je op de wasmachine leggen inderdaad. En dan kunnen we ook bijvoorbeeld hier nog eentje leggen. En dan vullen we direct al het, vullen we deze kamer echt op. En die mogen wij, waar kunnen we die zetten? Kan ik eigenlijk beter aan de deur zetten of achter de deur? Ja, en dan is dat een zeep. Heb je ook nog een dweil eventueel? Ik probeer het altijd zo realistisch mogelijk te maken, jongens. Ja, dat is dus een mand die we wel hebben. Zomerpretmand. Ja, dat is echt voor de zomer dan weer. En een medicijnenkastje. Kan op zich ook wel hier. Zo. En zie, dan hebben we deze kamer heel erg snel gevuld. Hier zouden we dan ook nog zoals geplooide was kunnen doen. Dat is ook een wasmand, maar dat vind ik een beetje een lelijke mand. En dan plooien we hier, hebben we zo van die geplooide kleding liggen. Ja, zo. Kijk eens, jongens. Dit vind ik mooi. Dan heb je hier een beetje die gevouwen op kleding. Heb je hier de plaats voor de kleding te vouwen. De wasmachine, de droogkast, de mand. En heb je hier een strijkijzer. Heb je hier een stofzuiger. En ja, dan hebben we deze kamertje eigenlijk een beetje af. Ik vind het best gezellig, jongens. Ik vind het heel erg gezellig. Ik wil het eigenlijk wel opvullen met van alles. Maar voor nu hebben we dit al af. En dat is dan zo'n wasbord, ja. Goed. Ik ga dan zorgen dat beneden dat geregeld wordt. Want zoals je hier kunt zien, is dit niet zo'n sneeuw. Ik denk dat dit ook gewoon binnen is. En dat mensen misschien daarom snel kou krijgen. Kunnen we ook iets met die thermostaat doen? Thermostaat insteller, bespaar geld. Thermostaat insteller warmer. Ja, we gaan het warmer doen, want het sneeuwt en we moeten het warm hebben. Dus dat vind ik wel heel leuk. Je kunt het nu instellen. Het staat op rood. En Bibi heeft dus nog steeds niet gedoucht. Dus douche even Bibi en dan kan zij even wat gaan eten. Dus Bibi kan wat gaan eten en even dit gewoon. Ik weet niet wat het is, maar pak dat. En Joris is heel erg moe. Dus die moet eigenlijk ook gaan slapen. We zijn met echt van alles bezig, jongens. Joris moet gaan slapen. Ja, Joris kan gaan Mason in bed leggen. Ah ja, Mason kan die ook in bed leggen. Mason, ja, jij hebt waarschijnlijk nog huiswerk dat je moet afmaken. Hij heeft weer huiswerk. We gaan proberen hem... Oké. Wij gaan hem proberen dus zo goed mogelijk als kind te maken. En eventueel mensen soms langs de vloer brengen. Hè? Vrienden van hem of vriendinnen. Die dan gewoon kunnen langskomen. Dat is best wel leuk, denk ik. Wat is dit? Morgen cadeautjes. Ah, morgen mogen ze de cadeautjes open doen, jongens. Oké, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Het is leuk. Goed. Ik zat te denken met Lola en Luca. We hebben dus twee honden. Maar er zijn ook mensen die van kat houden. Maar de meeste mensen zijn hondenmensen. Dus waar ik aan zat te denken is, ik ga gewoon een katje halen. Want katten zijn van hunzelf, ja, ze kunnen eigenlijk het meeste wel zelf doen. En dan kan ik een katje rondlopen en heeft iedereen een beetje wat fijn vindt. Dus hondjes zijn hier, er is een katje, er is een kindje. En ja, misschien moeten we gaan kijken voor een katje. We kunnen ook bijvoorbeeld een katje adopteren. We moeten er niet per se eentje maken. Want als je adopteert, dan help je altijd een katje. Dus ik kan Bibi even dan doen. We gaan bellen. Je hebt hier ook echt een kalender. Oh, en dan heb je hier een kalender. En dan kun je feestdagen toevoegen en evenementen. Oké, dat vind ik leuk. En dat dan is nieuwjaar, dat is oudejaars. Oké, en dan heb je hier oogstfeest. Ja, dat vind ik heel leuk. En dan liefdesdag. Ah, Valentijn. Ja. Oké. Dus wat Bibi mag doen, ze mag haar telefoontje erbij pakken.
En zij mag. Oh, je kunt ook vrijwilligerswerk doen. Dat is ook wel leuk. Je hebt heel veel verschillende dingen die je kunt doen. Cadeaus openen. Een dierenkliniek openen. En nee, geen dienst. Ja, we moeten bellen, hè. Hoe doe je dat nu al? Een dienst in, ja, dat is normaal een dienst inhuren. En dan bellen. We gaan kijken, dan gaan we gewoon een katje erbij halen. En dan hebben we weer een katje erbij. Normaal kan ik niet zoveel mensen tegelijkertijd bezighouden. Maar omdat ik dus weet dat een katje voor zichzelf kan zorgen, een kat adopteren. Goed, even kijken wat er dan gebeurt. Kunnen we dan ook echt kiezen? Ja, oké. Het kost maar €200. Dat is mooi. Je kunt 3 katten kiezen. Voor €200. Ja, maar we gaan geen 3 katten nemen hoor, jongens. Jake, Sumi, Dixie. Oh, kijk. En Heidi. Oh, zo lief. Oh, die is ook mooi. Olivier. Kijk, met zijn oogjes. Sumi vind ik ook lief. En dat is echt een klein beertje. Ik denk, ja, jongens, laat me nu in de comments weten welke jullie denken dat ik ga nemen. En welke vinden jullie van deze de leukste. Ik weet niet welke ik leuk vind, eerlijk gezegd. Ik vind ze allemaal wel schat. Zelf Joep vind ik leuk. Maar ik ga er maar eentje natuurlijk pakken. En Dribble is ook wel leuk. Maar Heidi vind ik schattig. Ik denk dat ik hem ga adopteren. Ik denk als we hem krijgen, dat we dan ook... Ja! Oh nee, wie is dit dan? Heeft ze misschien een katje bij of zo? Ik weet niet wie het is, maar ik denk dat het een katje heeft. Ik weet het niet, maar heeft ze mijn katje? Ja! Ze heeft mijn katje. Oh, kijk hoe leuk, jongens. Waarom gaat mijn muur niet omlaag? Ik moet kijken. Oké, kijk, jongens. Het nieuwe kittenchaser. Dit is Heidi. Oh. Kijk, hoe lief. Meester mag even kijken naar zijn huiswerk. Oh. Ah, je kunt hem... Oh, oké. Dus je kunt er dus 3 kiezen. En uiteindelijk kun je ze dus zien. En dan kun je een beslissing maken welke kat je echt neemt. Kijk, ik denk dat de hond al blij is. Ik weet je, we pakken hem gewoon. Pas op, ik wil Heidi. En dan waarschijnlijk kunnen we ze ook vernoemen nog. Maar Heidi vind ik ook een leuke naam. Adopteren. Hier is nog een katje. Oh, die is ook mooi, jongens. Dat is Dribble. Ze heeft denk ik 3 katjes zelfs meegenomen, zonder te vragen. Oh, misschien moet ik Dribble ook erbij pakken, jongens. Ik ga Dribble denk ik ook pakken. Wat erg. Dan heb ik zoveel beestjes, jongens. Dan heb ik 2 honden en 2 katten. Ik wil... Oké, Heidi. De Heidi... wat is de achternaam van de meeste mensen? Ja, Joris. Heidi. Ja, moet er een achternaam bij? Ja, waarschijnlijk wel. Joris. Wat is Joris een achternaam? Ik weet het niet. Ja, hij vind ik een leuke naam. Storm. Weet je hoe ik hem ga noemen? Ik vind de naam van Kylie Jenner, haar baby, heel erg mooi. Stormy. Dus ik ga haar Stormy noemen. Stormy. Maar alleen de achternaam weet ik niet. Dus ik ga haar Stormy noemen. Het is geen achternaam, maar dat hoeft ook niet. Kijk eens aan. Maar die vind ik ook lief. Gaan we even kijken. Dribble. Oh, nee. Zoveel leuke beestjes. Ah. Ik wil hem ook. Weet je, jongens? En ik hou hem gewoon op Dribble. Ik vind Dribble gewoon een leuke naam. Stormy en Dribble. Wauw. Kijk hoeveel dieren we hebben, jongens. We hebben Dribble. Nou, even lekker naar. Dus ze heeft gewoon een 400 gemaakt, die vrouw. Oh, nee. Oké, dit is wel heel erg leuk. Jongens, voor het laatst van de aflevering. Ik ga het hier ook bij houden. We hebben zoveel eigenlijk al meegemaakt in zo'n korte tijd. Ik moet dus alleen nu nog zorgen dat er dan... Ik hoop niet dat ze alles kapot gaan maken. Echt, dan ga ik heel erg kwaad worden. Maar we gaan gewoon even proberen om te kijken hoe de beestjes gaan zijn. Dus dan moeten we nu even katten bakken. Of kunnen die ook... Dat is dan voerautomaat. Ja, viervoet. Dus dan kunnen katten daar ook van eten. Dus ik pak gewoon 2.
Of moet er dan meer van zijn? Dus we zullen even kijken. We gaan met dit proberen. Dan pakken we gewoon een groot setje. En we moeten het wel een beetje in de stijl doen van dat we nu hebben. Gewoon niet te veel kleur. Hier kunnen we een mooie plaats eigenlijk. Oh jongens, laat me maar weten wat jullie ervan vinden. Oh, wat erg dit. Je moet eigenlijk die sheet gebruiken. Eigenlijk dat die dat netjes kan zetten. Weet je, ik ga hem even hier zetten. En dan zorg ik met die sheet dat dat geregeld wordt. Of ik zet hem boven natuurlijk. Want dat was eigenlijk ook de bedoeling dat daar de dierenkamer ging komen. En dan wordt hem direct al snel gevuld. Zo. Kijk, dat is dan de dierenkamer, kattenkamer ook. En dat is dan voor buiten. Heeft een kat nog meer nodig? Ja, een kattengoochelaar. Dan pakken we zo'n roosje. Zo, die leggen we dan mooi hier. En dan nog een tennisballetje voor de honden en de katten. Dat denk ik wel prima. Hier, dan pakken we mooie kleurrijke. En dan hebben we heel erg veel dieren. Ah. Alle kakkenpoep. Ja, dit hebben we ook nodig. Hè, voor katten, hè, dat die een kakje kunnen doen. Die leggen we dan ook gewoon hier neer. Kan dat? Waarom moet het zo raar gezet worden? Ja, voilà. En dan hebben we hier voor de katten. Nou jongens, we hebben twee katten erbij. Ik ben bijna dood gegaan. Wat gebeurt er allemaal? Nou goed, en dan kun je, ja inderdaad. Kan daar echt iets mee gedaan? Nee, er wordt niks mee gedaan. Waarschijnlijk kun je dat opruimen. Voor de rest waarschijnlijk niet. Oké, jongens, ik denk dat het eigenlijk al een beetje het eind van de video is. Er is genoeg gebeurd. Er is genoeg gebeurd. Nou jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me weten wat je van de katten vindt. Ik hoop dat ik geen enkel katje naar adoptie moet sturen. Want ik ga natuurlijk nooit een katje expres vermoorden of iets. Omdat ze weg moeten. Maar ik hoop dat ik ze nooit naar adoptie moet brengen. Dat we ze overal kunnen houden. En ja, we zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik ga ook zorgen dat ze volgende keer ook warme kleding aan hebben. Want die hebben nu nog gewoon kleding aan, omdat de Sims altijd, hè, altijd hetzelfde weer hadden. Dus dat moet ik dan ook nog eens even regelen. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me zeker weten wat ik vaker ga doen. En of jullie deze uitbreiding leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En ik zie jullie volgende week weer of volgende video weer met een nieuwe Sims. Adios.